Het is een kwestie van het gunnen van geluk en niet naar jezelf kijken. Hoi, ik ben Erik. Hina. En ik ben Marcel. Vandaag zit ik met mijn ouders, mijn pap en mijn mams. Want normaal gesproken heb ik het vaak over homoseksualiteit. En zie je vooral vanaf mijn standpunt. Maar vanavond gaan we het hebben over het standpunt van deze twee. Van hoe hebben zij het beleefd? Hoe ik uit de kast ben gekomen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En ik heb een paar vragen gekregen van kijkers. En die gaan we nu leuk beantwoorden. Dus druk alvast even op een duim omhoog. En dan gaan we beginnen. Go! Nou, paps en mams. Weten jullie eigenlijk nog de dag dat het eigenlijk gebeurde? Hoe hebben jullie het eigenlijk beleefd? Want ik heb jou een sms gestuurd. Ja. Als eerst. Klopt. Nou, jij was naar boven gegaan naar je kamer. En toen ineens kreeg ik een smsje van jou. Van dat je ons iets wilde vertellen. Nou, hij was in ieder geval aan het huilen. En hij zat ergens mee. Dus hij sms'de zijn moeder. Toen ben ik naar boven gegaan. Alleen. Toen wist ik het eigenlijk gelijk al. Ja, want ik kreeg ook een vraag van iemand binnen van, hebben jullie het zien aankomen? Wisten jullie het van tevoren eigenlijk al dat het eraan zat te komen? Nou, ik was niet geheel verbaasd. Maar dat kwam eigenlijk omdat je toen dat blad had. Breakout. De breakout. En dan gaf je de jongens, gaf je een cijfer. In plaats van de meisjes. Ja, ik was altijd in zo'n magazine, Breakout, was ik altijd, zeg maar, de jongens altijd aan het beoordelen hoe knap ik ze vond. Ja. En dat, nou ja, dat. En dat dacht ik van, hé, dat vond ik wel een beetje vreemd. Nee, maar we hadden al eerder het idee, het vage vermoeden, dat hij niet op meisjes viel. En hoe heb jij dat dan gezien? Ook dat je ook wel eens op site zat. Oh ja, oh ja. Ja. Oh ja, dat was inderdaad. Vandaar dat het eigenlijk niet geheel onverwacht was. Oh ja, dat was ook, ja, dat is weer eerder gebeurd ook, ja. Ik wist toch nog niet zo goed hoe ik dat allemaal moest verbergen. Nee. Op, maar je was vrij jong, 15. Ik was 15 inderdaad. Eigenlijk waren jullie de eerste die. Ja. Ik het verteld heb. Toen ben je, zei ik van, kom maar naar beneden. Toen hebben we even geknuffeld. Kunnen we wel dat ik hier voor de deur stond en dat daar nog een stoel stond in de hoek. Ja, want daar stond ik op. Toen deed ik de deur open, was ja. En toen rende ik daarheen, weet je nog? Ja, ik weet nog heel goed hoor. En toen ging ik tussen jullie inzitten zo, jullie zaten net andersom. Toen zei je van, nou, vertel maar, wat is er nou? Wat is er? En toen ging je raden, weet je nog? Hoe is het zo? Toen begon te raden jij. Oh nee. En op een gegeven moment zei je van, vind je misschien jongens misschien leuker dan de meiden? Als val je zo met de deur in huis. Ja. Ik denk, bouw het op. Quinn vraagt, wat was jullie eerste gedachte toen Erik uit de kast kwam? Als vader heb je natuurlijk een ideaal beeld van een zoon. Je krijgt een vriendin en je krijgt kinderen. Het standaardbeeld. Dus daar werd even een streep door gehaald. Maar juist omdat we er ook al een beetje naartoe gegroeid waren, daar had ik niet zoveel moeite mee. Heel even wennen. Ja, het is niet anders, toch? Sowieso helemaal, ik kan er niks aan doen. Ik vond het alleen voor hem zelf moeilijk. Voor op school, hoe de jeugd ermee omgaat. Die had het allemaal over chickie scoren in het weekend enzovoort. En daar had hij best wel... chickie scoren! En dat vond je best wel lastig. Ja, nou, hij heeft toen die... ietsje jonger was, heeft hij wel een poging gewaagd aan de vriendin te gaan. Maar dat was geen lang leven. We hebben er nooit iets mee gedaan, inderdaad. Dat was wel heel grappig. Hij ging voor het eerst uit in Rotterdam. En dat was inderdaad naar een gay tent. Met de trein erheen en pas 's ochtends vroeg met de eerstvolgende trein terug. 7 uur. En toen ben jij naar het casino gegaan in Rotterdam. Toen had je nog gezegd van, als je het echt niet leuk vindt, dan moet je maar bellen. Ja. Oh, echt waar? Jawel. Dan ga ik nu ineens weer een beetje terug. Ja, dan kom ik je halen. En toen ben ik zelf, ik denk, ik kan niet slapen. En ben ik heel laat naar bed gegaan. Om 7 uur 's ochtends wakker. Want nou zou die dan wel bijna thuis komen. Dat was eventjes wel even een spannend moment. Ik ben een keer met je meegegaan, hè? Ja, ik ben wel eens meegeweest, inderdaad. Ik kreeg ook een vraag binnen, inderdaad, van hoe hebben ze je geholpen om het aan anderen te vertellen? Ik weet nog goed dat jij inderdaad op een gegeven moment zei dat heel veel mensen het eigenlijk al wisten. Nou, weet je hoe dat kwam? Ik had het zelf tegen mijn beste vriendinnen al verteld. En die hebben dat verder niet aan jou laten merken, dus. Ik kreeg je eerste vriendje en toen kwam je terug. Mijn eerste vriendje, mijn eerste date. Je eerste date, ja, een Zoetermeer. We noemen geen namen. We noemen geen namen. En toen kwam je terug en toen zei je van, mam, ik heb besloten van mij. Het mag iedereen het weten. Dan als ze me accepteren of niet, dat is aan hun de keus, maar ik ga het vertellen. Toen zei ik nog tegen jou van, nou, er weten al heel veel mensen vanaf. Ja, toen reageerde ik van, echt? Toen zei je, ze hebben het niet anders gedaan. Ja, inderdaad. Ja, want ik had het in april, heb ik het verteld aan mijn ouders inderdaad. En volgens mij pas in september. December of januari was aan mijn vrienden, weet ik nog wel. Hebben jullie eigenlijk wel eens mensen gehad die raar reageerden? Nee hoor. Nee, helemaal niet. Ik, zelfs opa en oma, die al dik in de 70, dik in de 70. Die vonden het eigenlijk, die gunden je het beste en alle geluk toe. Dus die hebben er ook nooit een probleem van gemaakt. Als we het hebben over kinderen van collega's bijvoorbeeld. Ik zeg gewoon, nou, mijn zoon is homo. Oh ja.
Ja, wat is er mis mee dan? Dan heb ik nog wel een laatste vraag aan jullie. Ja? Aan alle mensen die bijvoorbeeld die kijken en die bijvoorbeeld nog in de kast zitten en het moeilijk ermee hebben. Wat zou jullie als tip meegeven voor hun om het te gaan vertellen? Dat is een beetje lastig. Ja, een tip. Ouders zijn natuurlijk kunnen heel verschillend zijn. Je gunt je kind gewoon het alle geluk van de wereld. Dus ja, of die nou homo is of weet ik veel wat. Ik denk dat een tip is dat je het best uit de kast kan komen en het kan vertellen aan de ouder. Want dat kan ook zowel vader als moeder zijn. Waar je de beste band mee hebt. En de beste vertrouwensband ook mee hebt. Maar het mooiste is, zoals bij ons is gebeurd, allebei niet in de kast blijven zitten. Want dat doet je geen goed. En Erik kan ook bevestigen, denk ik, dat het nadat hij uit de kast is gekomen, dat het een enorme bevrijding is. Nee, dat je dat vertelt. Dus doen. Dat zijn met name vaders die de moeite mee hebben. Ik kan me wel voorstellen dat je de moeite mee hebt. Het is toch eventjes een omwenteling, zeg maar. En het gaat intern wat je hoopt dat er gaat gebeuren. Maar ik mag toch aannemen dat je kind, van wie je zielsveel houdt, dat je die alles gunt. En als de geaardheid niet de standaard is, ja, so be it. Het is een kwestie van het gunnen van geluk en niet naar jezelf kijken. Heb ik nog één vraag aan Erik zelf? Ja. Hoe heb je nou zelf ervaren hoe wij ermee om zijn gegaan? Wij hebben sowieso met z'n drieën een hele mooie band, vind ik. Dus nu achteraf denk ik van waarom heb ik me eigenlijk ooit te druk om gemaakt. Je maakt van een mug, maak je een olifant tijdens je proces van het gaan vertellen. En je komt er zoveel beter en lekkerder, relaxter uit. Je kan eindelijk jezelf zijn. Dat is heel belangrijk. Het is even over een drempel stappen. Ouders de moeite mee hebben, dan stuur je ze maar naar ons. Hey, pak slaag. Pak klappen. Dit was mijn allereerste video met mijn ouders. Helemaal leuk. Je moet even afwachten wat het gaat worden natuurlijk. Ja. Als jullie deze video nou leuk vonden, geef dan even een dikke duim omhoog. Laat even weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Wij vonden het geweldig. Ontzettend geweldig. Tot in de volgende video. Doe maar even zo nog. Ja. Fino. Dag.